Zaterdag 13 mei, afscheid van de familie Grüner, de Bauernhof, hè? Moosschenke Grüner heet dat hier. En dat was een prettig verblijf. Ja. Op weg naar Würgersdorf. Eerste blik op de veldeis die we tot Kevermarkt gaan volgen. Ik weet niet van waar naar waar die loopt. In elk geval naar Kevermarkt. Het zou zomaar vanuit Linz kunnen zijn. Linz, ja, niet naar Freistad eigenlijk. Hè? Ik denk dat het Linz Freistad is. City Shuttle. Op dit punt bij Würgersdorf. Uitkijken, want de Mittellandweek gaat rechtsaf onder het spoor door. En de E8 gaat rechtdoor en volgt vanaf nu de 170. Die als zodanig niet genummerd erbij staat. Even verderop wordt het duidelijk, hier loopt de E8 parallel of gelijk op met de 170. De veldeist. Nou, lopen we er toch langs. Ja, we lopen er keurig langs.
Daar is het vrouwtje. En die andere die dacht zich over het vrouwtje te ontfermen. Lunchverzameling. Eingekauft beim Spar im Kiefermarkt. Hotel zur Goldene Sense in Kiefermarkt. En we hebben hier het mooiste uitzicht van alle hotels tot nu toe. Dat zijn er nog niet zoveel. Maar... Kerkkevermarkt. Glasboutique Christine Guttenbrunner. Zo. Bijgebouw van Schloss Weinberg. De slotgracht. Ik heb het idee dat er al een hele poos geen water in staat. Gezien het prachtige pad wat er doorloopt. Thank you.